We hebben alle potjes af te leggen. En we gaan rustig beginnen. We hebben de tijd genoeg straks om hard te gaan koetsen in deze tweede reeks bij de 10-jarige. Ja, als dat erbij is, nou. Als de officials er klaar voor zijn, we zijn nog even bezig met de versnellingscontrole, maar dat is bijna helemaal afgewerkt. Dan gaan we ook van start met de tweede reeks bij de 10-jarige. Veel succes, die wachten op plaats gegeven. De tijd is gegeven, 11 ronde hebben we af te leggen. Veel succes, man. Goed bezig. Eén rondje is zometeen afgelegd. Hierachter komen de 11-jarigen. De onder- Thibaut, rustig blijven. De 11-jarigen straks. Van Heiko. En de tweede ronde. We zijn op 9 ronde. Hier is ondertussen achteraan. En er is een aanval. Een aanval van... Niet heel de tijd, Thibaut! Einde van de derde ronde. We zijn op 8 ronden voor het einde. Tina de Mooier is gaan aanvallen. Hij ramst op het peloton helemaal uit elkaar. Alles op dit ogenblik in stukken en brokken uit elkaar aan het vallen. Op 8 ronden voor het einde. 8 ronden de Mooier. Die ook wel zal geweten hebben dat een van de grote andere favorieten, Joran van Vink, problemen zal gehad hebben. Dat is goed, blijven zitten, hè! 7 rondjes nog. Achtervolging wordt ingezet door Dario van der Heijden. We hebben nog 7 ronden voor het verbrokkeld peloton in de tweede reeks bij de 10-jarigen. Jonathan Hoes passeert nog 7 ronden nog van, hè? 7 rondjes nog. Door tot hier eveneens is. Kom aan. In iemand zijn wiel zitten, in iemand zijn wiel. 7 ronden voor het einde. Passage voor Heiko. Hier is de kopman. Tina de Mooier, de man uit 10 jaren bij Gerardsbergen op 6 rondjes. En er is valkopkomst hoor. Thibaut, in het wiel, Thibaut. Op de plekvogel, 6 ronden nog. 6 rondjes nog af te leggen. 6 ronden nog mannen. Tempoverstelling, probeert dat groepje voor zich uit te fietsen. Milan van Voeten, 6 ronden voor het hek. Hier is de kop van de wedstrijd en er is een samensmelting. De Mooier wordt gegrepen door de achtervolgers. Thibaut, sparen! Van Gucht stond met een groepje opnieuw aanpikken met Thibaut Thomas ook, die daar heel goed attent mee vooraan zit. Op 5 ronden voor het einde is dit. 5 rondjes nog. 5 ronden koers nog. 5 ronden nog af te leggen met deze renner. En ook vooral deze mannen die passeren 5 ronden wedstrijd nog. 5 rondjes voor het einde met een topgroep. Met hoeveel zijn ze daar? Met een man op 7 in de topgroep. Op 4 ronden voor het einde. Ten voorstelling van Milan van Goetem, de Amstenaar. 4 rondjes nog. Vier ronde koers nog voor de achtervolgers op de topgroep van 7 renners. Dit is de 8e man in de koers. Dit is Milan van Goetem die hier in de achtervolging zit. Op 4 ronden voor het einde. Dan moet de aanvaller dan net Dario van der Heijden zijn geweest. De nummer 82 van het Liedekerk. Come on, Heiko! 4 ronden nog. We zijn op 4 ronden voor het einde. Hier is de kop van de koers. Op 3 ronden. Tempoversnelling ditmaal. Van de topvogel, eerst in de wedstrijd, Joran van Gucht. Nog 3 ronde mannen, 3 rondjes. Van Gucht is dit helemaal aan het rechtzetten, is de puntjes op de i aan het zetten. Kent dit probleem in de eerste ronde, helemaal op zijn eentje. Heel ver achterop geraakt, in een mum van tijd naar het peloton gereden. En nu al capabel om daar vooraan de laagjes uit te delen. Op 3 ronden voor het einde. Tempoverstelling in de spits van de koers van de man uit Lepbeke, Joran van Gucht. Thank you.
Drie rondjes van Vanheim, drie ronden nog. Come on, Heiko! We gaan de voorlaatste ronde heen, mannen. Die bal, sparen, hè? Dat is de starige, hè? De mooier van Puk. Aan hun zijde ook nog de nummer 68, Jan Mellennes uit Opwijk. Het kan op alle kanten uit. Met nog twee ronde wedstrijd in petto. Ook de achtervolgers gaan de voorlaatste ronde heen. We zijn op twee ronden voor het einde voor iedereen. Twee rondjes nog. Voorlaatste ronde is weg. En de kop zal niet lang meer weg blijven, denk ik. De laatste ronde van de wedstrijd. Die bal blijven geven. Iets wiel. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde, voortachtervolgen. Laatste ronde, mannen. Dit is de slotronde die aanbreekt voor Milan van Goedem en zijn achtervolgers. Met Milan Monnier en met Jonathan Hoes. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Laatste ronde ook voor Gael Kanner. Laatste ronde, renners. Laatste ronde. We gaan naar de eindspurt. Come on, Heiko! Come on, Tipo! Wow! Come on! Oh la la, dat wordt niet dood. Een mooie tip. Jorik! En is hij er nog over geraakt?